Maar nu eerst Israël. Jarenlang kon dat land zich verzekeren van de uitgesproken steun van de Verenigde Staten en ook van veel Europese landen, waaronder Nederland. Maar Israël lijkt zijn hand nu te hebben overspeeld. Afgelopen vrijdag kondigde premier Netanyahu aan 3000 nieuwe huizen te gaan bouwen in de Palestijnse gebieden. Natuurlijk tot grote woede van de Palestijnen, maar ook van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en veel westerse landen, want die keuren die bouwplannen sterk af. Als een held wordt hij binnengehaald, de leider van de Palestijnse autoriteit, Mahmoud Abbas. Eindelijk erkenning, zegt Abbas. Met 138 stemmen voor en 9 tegen verhogen de VN-lidstaten de status van Palestina. Veel tijd voor een overwinningsroes krijgen de Palestijnen niet. De Israëlische regering waarschuwde vooraf al voor de consequenties van een positieve stemming en hield woord. הצעד החד-צדדי שביצעה הרשות הפלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם מהווה הפרה בוטה של ההסכמים שנחתמו עם ממשלת ישראל ועל כן ממשלת ישראל דוחה את החלטת העצרת. In 1967 bezet Israël de westelijke Jordaanoever. Sindsdien is een groot aantal Israëlische nederzettingen op bezet gebied gebouwd. 500.000 mensen wonen nu in Joodse enclaves in bezet Palestijns gebied. Bij herhaling veroordeeld door de internationale gemeenschap. Daar komen nu nog eens 3000 woningen bij. Ook ten oosten van Jeruzalem, richting de Jordaanse grens. Hierdoor wordt de Westoever zo goed als doormidden gesneden. Internationaal regent het veroordelingen. De Israëlische ambassadeur in Groot-Brittannië wordt op het matje geroepen. Hetzelfde overkomt zijn ambtsgenoten in Parijs, Stockholm, Madrid en Kopenhagen. Ook in Nederland vindt een gesprek plaats. De Israëlische regering is niet onder de indruk. We don't tell neither the British nor the French if to build in Paris or in London, and we do not expect anybody to tell us what to do in Jerusalem. De Israëlische regering kondigt nog een maatregel aan. Als straf voor de erkenning van Palestina wordt een bedrag van 80 miljoen aan Palestijnse belastinginkomsten achtergehouden. En bij ons Ronnie Naftaniel, welkom, goedenavond. Goedenavond. Directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Toen u van deze maatregel hoorde, aankondiging van premier Netanyahu, wat dacht u? Dacht ik, dat was wel te verwachten naar aanleiding van wat er gebeurd is in de Verenigde Naties, de opwaardering van de Palestijnse staat. Maar aan de andere kant vond ik het schokkend, want zo reageer je niet. Het is een verkeerde boodschap. Als je vrede wil in het Midden-Oosten, dan denk ik dat je moet praten over vrede en geen voldongen feiten moet scheppen. Wat beweegt hem en het kabinet, denkt u, om tot deze stap te gaan? Want het betekent letterlijk de tweedeling bijna van de westelijke Jordaan-oever voor de Palestijnen die daar wonen. Ja, nou, ik denk dat het een vervelend spel is van wie is er de baas op de westelijke Jordaan-oever en in de Palestijnse gebieden in zijn algemeenheid. We weten dat Abbas als een soort kapitein zonder schip een soort erkenning heeft gekregen van de Verenigde Naties. Maar hij kan geen zeggenschap hebben over Gaza en heeft het ook niet over Jeruzalem. De Israëli's wilden laten zien dat zij de baas zijn in dat gebied. Spierballentaal en wraak. Het is spierballentaal. En met spierballentaal maak je denk ik geen vrede. Nee. Spanje, Frankrijk, Engeland, Zweden, Denemarken, die hebben allemaal vandaag de Israëlische ambassadeurs op het matje geroepen. Dit kan niet. En we horen de woordvoerder van Netanyahu zeggen, ja, het interesseert ons geen bal. Niemand moet zich bemoeien met onze binnenlandse aangelegenheden. Het punt is, het is een buitenlandse aangelegenheid, want ze gaan een territorium in dat niet van hun is. Ja. Waar komt die arrogantie vandaan? Ja, ik denk dat het te maken heeft ook met de komende verkiezingen. In januari. Januari, 22 januari.
Daarbij verwacht Netanyahu dat als hij zich flink en ferm opstelt, dat het Israëlische publiek hem zal ondersteunen. En te meer als, en daar zit het dilemma voor de wereld ook in, als de wereld nou heel hard Netanyahu kritiseert, dan versterkt hij, dan verstart hij. En dan maakt hij nog meer kans dat hij gekozen wordt door zijn kiezers. Want de mensen zeggen, ja, de wereld bemoeit zich niet met Syrië. Daar gebeurt het grote onrecht, 40.000 doden. En bij ons willen ze ingrijpen. Dus er is de wereldgemeenschap moet ontzettend prudent hier op reageren. Wel zijn ongenoegen uiten, maar tegelijkertijd hopen dat deze maatregel alleen maar een voorlopige aankondiging blijft. Want uiteindelijk, het gaat om een aankondiging. Over 2 jaar kan dat pas worden uitgevoerd. Maar wat verwacht u? Denkt u dat deze draconische maatregel, echt het stelen van land en huizen van andere mensen, wat al langer aan de gang is natuurlijk, dat het werkelijk doorgaat over 2 jaar? Nee, ik hoop van niet. Ik denk dat daarom die prudentie geboden is van de wereldgemeenschap, dat de gematigde krachten in Israël en aan de Palestijnse kant moeten worden ondersteund. Uiteindelijk zijn er in Israël zo'n 50-60% van de bevolking die voor een twee-staten-oplossing is. Ook in de Palestijnse gebieden zijn die er. En die mensen moeten een kans krijgen. Ronnie Naftaniel, dank u wel voor uw komst vanavond. Graag gedaan.